Kijkers, een van de nieuwste trends is de integratie van online communities in dagelijkse bedrijfscontacten. Die vorm van zaken doen, die we social business noemen, zal allicht voor veel bedrijven nieuwe opportuniteiten scheppen. Vandaag zoomen we daar dieper op in met Johan Verru, professor gespecialiseerd in ondernemerschap en ondernemersvaardigheden aan de Universiteit Gent. Meneer Verru, goeiedag, welkom in onze studio. U hebt met studenten al een proefproject gedaan rond online communities. Wat hield dat eigenlijk precies in? Wel, we hebben eigenlijk onderzocht in welke mate er interesse is voor een online B2B-platform, waarbij de aanbiedingen van handelsagenten eigenlijk kunnen worden gematcht met de vragen die producenten stellen. Wat heeft u daaruit geleerd? Wel, we hebben vastgesteld dat de handelsagenten heel geïnteresseerd zijn in een dergelijk B2B-platform. Bovendien zijn handelsagenten natuurlijk actief in een brede waaier van sectoren, zodat B2B-platformen zoals bijvoorbeeld de Workpool, waar dus die match inderdaad plaats kan vinden, dat voor hen natuurlijk een grote opportuniteit is. Nu, wat de Workpool betreft als initiatief hebben wij ook vastgesteld dat er nog in België, nog in de rest van Europa initiatieven zijn van hetzelfde kaliber. Ja, dergelijke platformen, dergelijke online communities, we heten dat nu social business. Voor veel mensen is dat een nieuw begrip. Wat houdt het eigenlijk precies in? Wel, social business vat eigenlijk samen wat alle opportuniteiten zijn voor bedrijven ten gevolge van dus de sociale media platformen, maar ook wat het effect is van social business op het businessmodel van bedrijven. Nu, alles valt of staat met de intelligentie die gebouwd is achter die platformen. Intelligentie houdt bijvoorbeeld in dat je community gaat aanzuigen, de community die je wil bereiken. Een mooi voorbeeld daarvan is MijnTuin.org van Trendsco. Dat is een B2C-platform voor tuinliefhebbers. En zij zijn erin geslaagd, dankzij de intelligentie, om op korte tijd 30.000 gebruikers aan te trekken, zowel amateurs als professionals. Dus waarde voor klanten is belangrijk, maar de social business kan ook waarde bieden voor bijvoorbeeld het personeel van bedrijven en ook voor andere stakeholders. Maar ik herhaal, dus de integratie in het businessmodel is wel heel belangrijk. Ja, misschien daar nog even op doorgaan. Uw voorbeeld daarnet ging over een business-to-consumer omgeving. Zit er ook voor business-to-business bedrijven nieuwe business in? Ja, dus ik refereerde al naar de Workpool. De Workpool is eigenlijk een uitstekend voorbeeld van zo'n een platform waarbij dat eigenlijk zelfstandigen die eigenlijk niet de tijd hebben om aan actieve prospectie te doen, hun diensten kunnen aanbieden. En waarbij ook de grotere bedrijven die nu veel tijd verliezen met te zoeken naar competente en beschikbare zelfstandigen, ook die zelfstandigen effectief kunnen vinden. Dus de intelligentie die achter het B2B-platform van de Workpool is gebouwd, gaat eigenlijk aan de gebruikers enkel de meest relevante matches laten zien. Oké, meneer Verru, hartelijk bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. Zo kijkers, dat was Zet Extra voor vandaag. Ik zie u graag morgen terug.